Ik ben Arjan de Vries, ik ben lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid in Almelo. Wat er absoluut moet veranderen in Almelo is de situatie waarin kinderen die in armoede opgroeien in Almelo zich bevinden. Dat is een situatie die wij onhoudbaar vinden. 1 op de 6 kinderen in Almelo groeit op in armoede. Ik wil dat dat absoluut verandert. Dus als je kijkt van waar willen wij over 4 jaar staan, dan moet die situatie drastisch verbeterd zijn. Deze periode hebben wij 3 speerpunten centraal gesteld. Kinderen heb ik al genoemd, kinderen in armoede. De 2 andere punten zijn de ouderen die in eenzaamheid in de wijken, achter de voordeuren, in de straten, hun oude dag slijten. 1 op de 3 ouderen, moet je voorstellen, voelt zich sociaal of emotioneel alleen, eenzaam. En dat is iets in een Almelo die toch bekend staat om een soort heel eigen noorbeschap. Mag dat eigenlijk niet, dat rijmt niet met elkaar, dus dat mag niet gebeuren. Wij willen ook dat de sociale wijkteams op een heel andere manier de ogen en oren worden van de ouderen. Dat moet ik anders zeggen. Wij willen dat de sociale wijkteams, de wijkcoaches, ook het soort aanmeldpunt zijn dat zij gaan opsporen waar die ouderen zich bevinden. Het derde punt wat voor ons echt een ding is, is schone lucht. En daarmee bedoelen we eigenlijk een gezonde leefomgeving. Het is wat ons betreft 1 minuut voor 12. Als je kijkt naar hoe Almelo, ook door dit college gewoon niet opschiet. In het nemen van maatregelen, het treffen van maatregelen, bijvoorbeeld voor de opwekking van grote kleinschalige energie, waarmee we ook de beurs van de inwoners van Almelo kunnen laten meeprofiteren. Dus dat is, als je het hebt over duurzaamheid, schone lucht, is een punt waarvan wij vinden dat moet absoluut de komende 4 jaar geen haast krijgen, maar superhaast.